Assemblée tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin is aangehouden door de politie ter voorgeleiding. Dit heeft minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie zojuist meegedeeld in de Nationale Assemblée. President Chen Santokhi merkte op dat kort na het aantreden van deze regering er overleg is geweest met de procureur-generaal om alle zaken van politieke ambtsdragers over misdrijven te onderzoeken. Hij benadrukte dat wet en recht betekent dat er geen rekening gehouden wordt met welke functie iemand bekleedt. Santokhi zei dat het niet uitmaakt of het om de president, vicepresident of wie dan ook gaat. Niemand wordt beschermd. Er wordt opgetreden volgens de wettelijke voorschriften. De Nationale Assemblée is geïnformeerd door de NDP-fractieleider, Rabin Parmesar, maar minister Amoxie heeft contact gehad met de procureur-generaal. De president deelde mee dat het gaat om strafbare feiten buiten de wet politieke ambtsdragers of gewezen ambtsdragers. Indien het om een ambtsmisdrijf gaat, zal het Openbaar Ministerie wel aankloppen bij het college. Hij heeft in een schorsing contact gehad met procureur-generaal Roy Belinat Pandey. De president merkte op dat Adhin reeds juridische bijstand ingeroepen heeft, zoals meegedeeld door Parmesar. Amoxie gaf te kennen dat Adhin opgeroepen was voor vrijdag, maar hij heeft zich niet aangemeld. Daarna moest hij vandaag tussen 9.00 en 11 uur zich aanmelden. Toen dat niet is gebeurd, is hij opgespoord en aangehouden. Parmesar voerde hierop aan dat de informatie van de minister niet klopt. Adhin was niet voor vrijdag maar voor vandaag opgeroepen. De president merkte op dat Adhin is aangehouden voor verhoor. Hierna zal de politie in contact treden met het Openbaar Ministerie om het vervolgtraject te bepalen. De NDP-fractie heeft de vergaderzaal verlaten om zich te beraden. Ze is het niet eens met de gevolgde procedure over de aanhouding van Adhin. Parmesar merkte op dat dit elk assembleelid kan overkomen.